voor de dieren dat de kwestie onnodig hard gespeeld wordt van twee kanten. En ons mededogen gaat in de eerste plaats uit naar de mensen wiens lot van dit debat afhangt. Die thuis zitten te kijken, als ze al een thuis hebben, en die niet zullen begrijpen waarom dit debat nauwelijks over hun problemen gaat, maar uit dreigt te monden in een krachtmeting tussen twee machtsblokken waarbij het middel een doel in zichzelf lijkt te worden. Wij hebben lang geaarzeld of wij deze motie zouden steunen. Mijn fractie is van mening dat een generaal pardon geen kwestie is van linkse of rechtse politiek, maar van mededogen, barmhartigheid en vooral ook schoon schip maken. Dat was ook de reden waarom ook Pim Fortuyn pleitte voor een generaal pardon. Wie dus pleit voor een uitzettingsstop in afwachting van de kabinetsformatie, helpt daarbij niet per definitie links aan een kamermeerderheid, maar slechts de mensen die gezamenlijk pleiten voor een uitzettingsstop, welke achtergrond ze ook hebben. Nu het debat een wending genomen heeft waarin niet meer vluchtelingen centraal staan, maar een machtsstrijd tussen Kamer en kabinet, is het ook niet langer de vraag of de Partij voor de Dieren mogelijk het beslissende gewicht in de schaal legt om links of rechts aan de meerderheid te helpen. De vraag of het verantwoord is een minister de ruimte te geven de wens van het hoogste gezag in het land te negeren, die vraag is wat ons betreft zowel linksom als rechtsom alleen met een nee te beantwoorden. De Kamer kan van geen enkele minister accepteren dat hij of zij de Kamer negeert. Alleen dat heeft ons doen besluiten de motie te steunen.